In het Van Gogh Museum willen we heel graag dat kinderen, ongeacht achtergrond of locatie, Vincent van Gogh leren kennen. En dat kan direct via zijn werk zijn, maar ook via een vak als techniek. ASML vindt het heel belangrijk dat jongeren en kinderen in contact komen met technologie. Maar wij vinden dat overal technologie naar voren komt, dus ook bij kunst en cultuur. Nou, er lag bij mij ook een instructie en de materialen die we nodig hadden. UV-lampje, plakband, een batterijtje, een clipje, kopertape. In het Masterminds en Masterpieces programma willen we heel graag aan kinderen in het onderwijs laten zien wat er allemaal bij komt kijken als je in het museum een schilderij bijvoorbeeld van Vincent van Gogh onderzoekt. Bijvoorbeeld met behulp van UV-licht. Gaan ze zeg maar op de schilderijen, gaan ze met dat UV-licht schijnen om bijvoorbeeld te zien of er al aan is gewerkt of dat er al breuken in zitten. Dat soort dingen zien ze daarom. Wat wij samen willen bewerkstelligen is dat leerlingen in de klas door middel van een lesprogramma als dit ontdekken dat je door te experimenteren, door dingen uit te proberen, door misschien een keer een misser te maken, uiteindelijk tot oplossingen kunnen komen. En dat is eigenlijk precies zoals Van Gogh te werk ging. Die probeerde, die experimenteerde, was eigenlijk een innovator voor de schilderkunst, zoals ASML een innovator is op het gebied van techniek. Techniek vind ik sowieso altijd al wel leuk. Maar ik denk dat ik, als je zeg maar zoiets hebt gemaakt wat dan licht geeft en zo, dat ik het daardoor nog leuker ben gaan vinden. En dat ik ook zelf nog meer van dit soort dingen in elkaar wil gaan zetten.